Hallo, hallo. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. We zijn aangekomen deze week in week 6. En dat is leuk voor de baby. Die is lekker aan het groeien. Voor mij wat minder. Ik heb meer hormonen. Hormonen merk ik echt in heel veel dingen. Vooral mijn humeur, vermoeidheid en misschien wel het ergste kwaaltje tot nu toe. Heel veel plassen moet ik. Ik heb zojuist deze box opgehaald bij de Albert Heijn. De zwangerbox van de ouders van nu. Dus in samenwerking met Albert Heijn en ouders van nu, geloof ik. Maar voordat ik die uit ga boxen, heel eventjes een update betreft de zwangerschap. Ja, zolang ik me kan herinneren heb ik blaasontsteking. Nee, niet al, dat ik het altijd heb, maar ik heb het ieder jaar wel een keer of twee keer. En ik weet nog dat ik vroeger met kinderfeestjes ging naar een speeltuin en dan zei ik, oh niet doen, ik heb blaasontsteking. Ik nam het ook altijd als een excuus. Maar ik had ook wel altijd blaasontsteking, heel sneu. Dus ik heb best wel veel ervaring met hoe blaasontsteking voelt. Dus ik heb nu met plassen heel erg veel kriebel tijdens het plassen. En ook nu, als ik niet aan het plassen ben, ik voel gewoon de hele tijd mijn blaas en mijn urinebuis. En dat voelt gewoon zo gek. En het voelt echt letterlijk hoe ik me voel als ik een blaasontsteking heb. Dus ik had van de week al een blasje weggebracht naar de huisarts. Nou, die was helemaal schoon. Ik denk, ja, het zal wel. Ik denk, nou ja, dan breng ik gewoon later deze week nog een keer een blasje. Ik voel gewoon wat, snap je? En ga ik dat de rest van de zwangerschap voelen? Dat drukkende gevoel op mijn blaas? Want dat is het niet helemaal. Het is echt mijn urinebuis die kriebelt. Heel raar. Nou ja, zo voelt het dus. Hè, weet je wel, dat als je aan het plassen bent, dan kriebelt het ook. En het is net geen pijn hoor. Bij blaasontsteking is het echt een beetje pijn. Dat ik echt zo zit. En nu is ik meer van, ja, zo. Ik was er eigenlijk van overtuigd dat ik blaasontsteking had. Dus vrijdag, gisteren, weer een plasje in de ochtend weggebracht. Nu ben ik dus 6 weken zwanger. Maar niet dat ik iets gek zou gaan met plassen of zo. Geen... het was niet troebel of zo. Nou, het zag er gewoon normaal uit. Als een ochtendplasje. Dus ik werd teruggebeld. Dat ze geen blaasontsteking konden vinden. Dus dat het gewoon... dat was verder oké. Okay. Maar ze hadden dus wel een beetje bloed gevonden in de urine. En omdat ik zwanger ben, vonden ze dat toch wel een klein beetje zorgwekkend of zo. Omdat ik ook klachten heb natuurlijk. Dus nu moet ik maandagochtend om 8 uur naar de dokter. Ze zeiden, ja, je kan ook wachten tot je echo bij de verloskundige. Maar ik vind nu een weekend wachten al lang. Dus laat staan dat ik 2 weken nog moet wachten op de eerste echo. En dan weten jullie een beetje het beginverhaal. Ik hoop dat alles goed is. Ik heb ook niet het idee, want bloed bij de urine kan natuurlijk gewoon duiden op een miskraam. Dat gevoel heb ik niet. Op een of andere manier. Dat het een miskraam is. Ik hoop dat ze gewoon gaan zeggen dat dit gewoon het gevoel is wat je hebt als je zwanger hebt. En dat dat heel vervelend is. Maar dat het is wat het is. Ik hoop echt dat dat wegtrekt. Want ik vind het kei vervelend. Ook moet ik altijd 's nachts nu ineens naar de wc. Dat heb ik ook nog nooit gedaan. Ik ben altijd heel goed in het lang ophouden van mijn plas. Maar dat is allemaal weg nu. Ik drink in ieder geval veel cranberry sap. Ik heb geen blaasontsteking. Dat is fijn. Ik ben wel bang dat er iets anders is, weet je wel. Je kunt ook nierbekkenontsteking hebben of iets dat in die trant. Dus ik hoop dat dat allemaal niet is. Maar ik dacht, het is in ieder geval goed. Ik ga liever 1 keer te vaak naar de dokter dan te weinig. Dus maandag naar de dokter. Overigens heb ik dit blaasontsteking verhaal wel nu dit weekend als smoesje. Want we hebben weer feestjes dit weekend. En ik heb gewoon gezegd dat ik antibiotica heb voor de blaasontsteking. Wat niet waar is. Maar ja. En allemaal een leugentje voor best veel. Dus ja, met antibiotica moet je natuurlijk niet drinken. Want dan zijn de katers heel heftig en is gewoon niet goed. Dus iedereen, ja. Niemand staat hiervan te kijken, want iedereen weet dat ik heel best wel vaak blaasontsteking heb. Dus
Dan zegt ze altijd, je moet goed uitplassen. Of je moet na de seks meteen naar de wc gaan. En dat doe ik heus wel. Alleen als ik aan het gamen ben, hou ik het eigenlijk altijd lang op. En als ik dan tussen twee games gauw ga plassen, dan moet ik gehaast plassen. En dan gaat het fout. En dit is iedere keer weer, denk ik, oh, dat moet ik niet doen. Maar ja, nu is het dus een andere reden. Laten we deze uitpakken, want daar ben ik wel heel benieuwd naar. Deze kon je aanvragen, ik denk via ouders van nu. De zwangerschapsbox. Ik heb ook nog een blije doos of zo besteld. Die kan ik een andere keer ophalen. En nog iets bij de kruid, wat ook een soort zwangerschapspakket. Dus ik ben heel benieuwd wat erin zit. Laat ik eerst het briefje even erbij pakken. Hi, ouder to be. Wat een mooi nieuws. Je bent zwanger. Ik hoop dat je goed voelt en dat je buik lekker groeit. Nou, dit is dan zo'n brief waar je ook nog een... Ouders van nu is een tijdschrift. Daar hadden ze me ook over gebeld of ik een abonnement wil. Maar ik hou zelf niet van abonnementen en ik wil gewoon zelf los tijdschriften kopen als ik daar zin in heb. En tijd voor heb en niet een abonnement. Dat werkt niet zo goed voor mij. Nou, dus cadeautje. Zoogcompressen. Moet er niet aan denken nu. Oké, wat is dit? We hebben als eerste de Pampers Premium Protection. 1 gratis sample plus kortingsbon binnenin. Dat is leuk. Een pampertje. Heel grappig. Ik heb helemaal niks van deze dingen nog gehaald natuurlijk. Ik ben ook 6 weken zwanger. Ik kan nog zoveel fout gaan en het duurt nog heel lang voordat ik het nodig heb. Maar ja, nou, leuk toch? Wat hebben we hier? Baby lotion doekjes. Original van de Albert Heijn. Het ziet er echt super schattige verpakking. Ik heb ook echt. Ik wil het eigenlijk ruiken, maar ik laat hem dicht. Anders zijn ze uitgedroogd voordat de baby er is. Even kijken. Mama's Milestone Card. 22weekprik.nl. Oh, wat is dit? Oh, dit vind ik leuk. Oh, dan kun je. Eerste prikje, 20 weken echo. 22 weken prik. Eerste schopjes. Zwangerschapsverlof. Welkom kleine. Oh, dit is wel grappig joh. Dat is wel leuk voor de foto's. Dat je het erbij kan houden. Op wat voor moment in de zwangerschap je bent. Zwangerschapsverlof trouwens. Hoe ga ik dat doen? Met mijn werk. Weet ik nog niet. Moet ik nog even over nadenken. Zo. Volgende. Oh, die hebben we ook gekregen bij Moeders voor Moeders. Dit zijn tabletjes. Van die Devitamond tabletjes. Met de kortingsbonnen. Dit pakketje kennen we. Dan hebben we hier. Ach. Dit is wel heel schattig. I love mama. Een speentje. Oh, kijk nou. Er staat I love mama. Dit is echt, dit is bizar. Ik kan nog niet even bevatten. Ik moet eerst die echo hebben gezien. Voordat ik begrijp dat ik de mama in kwestie ben. In kwestie. Oké. Dan hebben we Naïef Softening Body Lotion. Oh, dat kunnen we wel even ruiken. Dan hoop ik niet dat ik dadelijk helemaal naar baby's ruik. Ga ik naar de tennis? Ruik ik naar baby? Ruikt apart. Ruikt wel lekker. Oké, wat is dit? Een boekje? Hey baby, kraambezoekboek. Ah, plak hier een foto van je baby. De ene dag. Plak hier een foto van jezelf of je gezin. Ah, dan kun je van de kraambezoek echt een... Ah, dat is wel leuk. Dat is leuk. Dat is heel leuk. Oké, wat hebben we hier? Mama, Viva Mama. Oh, dit is een Viva is toch failliet, dacht ik. Maar wat leuk. Dit is gewoon een boek met een tijdschriftje. Over Sally Sterk staat erin met de baby. Schattig. Leuk. Oké. Volgende. Smart foto. Oh, dan kun je er ook weer kortingsbonnen zijn voor foto's te laten maken. Oh ja, of geboortekaartjes. Ja, daar ben ik nog niet, hè.
Nog echt even samen. Oh, 40% korting voor Centerparks. Dat is leuk. Oh, hier kan die open. Dat is chill, want voordeel voor de aanstaande opa en oma. Voordeel voor familie en vrienden. Voordelig naar veelzijdig België. Nou, wat leuk. Ik hou heel erg van de Centerparks. Daar gaan wij echt vaak heen ook. Vroeger. Oh, dit zijn allemaal fotovoorbeelden of zo. Oh nee. Echt van alles. My muesli. Doodoo dada bla bla free. Oh, dat is van Naïef, wat ik net op mijn hand heb gesmeerd. En dit zijn voor flesjes. Oh ja, waar ook die tut van is. Dan zit er het tijdschrift Ouders van Nu in. Leuk. Aan de paal hangen ze. En nog een tijdschrift Zwanger. Wat leuk. Dat was het. Nou, wat zit er een hoop in deze... Dat had ik niet verwacht. Ik dacht, er zitten twee dingen in of zo, of drie dingen. Maar er zit echt een hele hoop in. Wat leuk. Deze kun je dus ophalen bij de Albert Heijn. Moet je aanvragen online ergens. Volgens mij bij oudersvannu.nl. Als je dat ook zou willen. Moet wel zwanger zijn natuurlijk. Maar verder niet. Het is wel leuk. Leuke soort goodie bag. Altijd leuk natuurlijk. Yes. Nou, dat was eigenlijk wat ik allemaal wilde laten zien en vertellen voor nu. Ik denk dat ik jullie maandag weer zie met de update over de bloed bij de urine. Ik hoop dat het allemaal meevalt en daar ga ik ook vanuit. Dus ik ben niet heel erg gestrest erover, maar het zit wel een beetje in mijn koppie. Ah ja. Oeh, batterijtje is bijna leeg. Ah, het is inmiddels dinsdag. Gisteren bij de dokter geweest. Was allemaal goed. Ik heb niet iets van onderzoek moeten doen. Ik moest gewoon nog een keer een plasje inleveren. En ik weet eigenlijk niet waarom ik de dokter moest spreken. Want ze heeft me niet echt nieuwe dingen verteld. Het plasje was schoon. Bloed in het plasje. Was heel licht aanwezig. Ze kon 2 witte bloedcellen vinden. Dat is wel heel weinig. Dus dat baatte haar geen zorgen. Omdat ik wel klachten heb. Zei ze, nou, gaan ze het op kweek zetten? Daar heb ik donderdag dan uitslag van. En dan weet ik ook ja, of het echt een blaasontsteking is of niet. En als het niet is, dan is het gewoon waarschijnlijk klachten van mijn zwangerschap. Gewoon bijwerking. Ik had mijn verloskundige ook maar even gauw gebeld. Want ik dacht, ja, die heeft er gewoon meer verstand van dan een huisarts. En die zei dat het heel normaal was om dat gevoel te hebben. Op dit moment schijnt dus al je baarmoeder veel groter te worden. Dat snap ik niet helemaal. Ik snapte nooit waarom vrouwen al in de eerste paar weken een grotere buik hadden. En dan dacht ik, die baby is nog zo. Hoe kan je een grotere buik hebben? Maar dat is dus omdat je baarmoeder groeit. En die zit achter je blaas. Dus het is best wel logisch dat dat dan een beetje een drukkend gevoel geeft constant. Dat je ook heel vaak het gevoel hebt dat je moet plassen en dat er dan niks uitkomt. Dus dat is waarschijnlijk de reden. Dus een beetje zorgen om niks. Het was wel makkelijk dit weekend om te zeggen, want ik zit aan de antibiotica. Wat ik natuurlijk helemaal niet zat. Maar goed, dat is eigenlijk de uitkomst daarvan. Ik merk dat ik heel moe ben. Ik heb zelfs nu 3 dagen vrijgenomen. Ook omdat ik achterloop op heel veel dingen. Maar ik ben zo moe. Ik kan gewoon niet hele dagen werken en streamen. Dat is gewoon onmogelijk zowat. Dus ik heb even 3 dagen streamvrij. Heb een lijstje gemaakt. Als ik die af heb, dan is ook alles klaar voor de vakantie. En dan ben ik helemaal zen, hopelijk. Dus dat is wel fijn. Dus nu voelen en nu heb ik gisteren vrij gehad. Ik heb dan wel dat to-do-listje gedaan. Er staan ook allemaal werkopdrachten op, hoor. Dus het is niet echt vrij. Maar het is offline. Dat is eigenlijk... Streamen voelt niet als werk, dus het is een beetje gek. Eigenlijk ben ik nu gewoon even diehard aan het werken, zodat het streamen wat beter gaat. Maar dat heeft me wel goed gedaan, want ik voel me vandaag een stuk beter. Wel moe, in slaap gevallen op de bank. Zodra ik de bank aanraak, val ik in slaap. Dat is heel erg. Maar tennissen ging gisteren dus beter. Ik had echt heel veel last van een hoge bloeddruk. Soms zeggen, niet een hoge bloeddruk, maar dat ik gewoon heel erg heet werd. Dat mijn hart veel sneller ging kloppen. Gewoon alsof ik een hele slechte conditie had.
Dat was gisteren gelukkig een stuk beter. Dus ik denk dat het gewoon een combinatie van te veel doen was met sporten. Want ik sportte iedere dag. Nu nog steeds. Alleen nu neem ik iets meer rust overdag. Wat beter is. Dus dat is wel belangrijk natuurlijk. Nu ga ik zo even zwemmen. En ik heb mijn bikini hier al in de achtergrond liggen. Die ga ik even aantrekken. Want ik wil jullie even laten zien dat ik nog helemaal geen buik heb. Oké, let niet op dit. Ik heb een muggenbult precies op mijn buik. Dus dat zie je. Even draaien. Nou, ik zie niet zoveel. Ik zie wel dat mijn borsten gegroeid zijn. Dat is een leuke bijkomstigheid. Als je opzij kijkt. Nee, ik zie echt nog niks. Maakt niet uit hoe ik hem hou. Dat is normaal. Zo sta ik mijn kom achter. Maar zo. Nee, is gewoon nog wel plat. Nikki zegt dat hij wel wat ziet. Dat het iets minder plat is dan normaal. Maar ik zie gewoon echt helemaal plat. Er zijn dus heel veel vrouwen. Ik zit in zo'n appgroep. En dan iedereen die rond dezelfde datum is uitgerekend als ik. Die zijn 6 weken zwanger. Die hebben gewoon al zo'n buik. Ik zeg, hoe kan dat? Waarom heb ik geen buik? Groeit het niet of zo? Werkt het niet bij mij? Maar dat schijnt dus, als je al steviger bent of zo, dat je dan gewoon makkelijker. En Nikki zei dat, ik weet niet of Nikki altijd gelijk heeft hoor. Maar volgens mij verzint hij ook gewoon op dingen om mij gerust te stellen. Maar hij zei ook van dat een soort verschijnsel is van zwangere vrouwen. Dat zodra ze weten dat ze zwanger is, dat ze helemaal zo gaan lopen. Dat ze ook die buik uit gaan zetten. Ik heb dat natuurlijk helemaal niet. Want ik zit nu nog niet echt op een buik te wachten of zo. Ja, aan de ene kant wel. Aan de ene kant vind ik het super leuk dat mijn buik. Aan de andere kant. Ja. Ja, vind het niet erg dat het nog niet is. Ik kan het nu gewoon nog heel goed verbergen dat ik zwanger ben, toch? Ik heb jullie ook nog niet verteld hoe groot de baby deze week is, toch? Of wel? Ik weet het niet meer. Dat is ook een kwaaltje, hoor. Ik vergeet zoveel dingen. Daarom is het maar goed dat ik een lijstje heb gemaakt met to-do-list. Dus, maar goed. Dat helpt. Maar dat is wel een vervelend kwaaltje. Vergeet zelfs de uitslag van de tennis. Nou, dat vergeet ik nooit eigenlijk. Maar goed, ga je nu weer wegleggen? Dit was mijn update. Ga morgen trouwens iets leuks doen. Vloer uitzoeken voor de babykamer. Dus, dat neem ik jullie vast mee als jullie zijn opgeladen. Oké, ik heb de uitslag binnen van de kweek. En het blijkt toch een blaasontsteking te zijn. Goed nieuws is dat ze precies weten welke bacterie er is. Dus kunnen ze me heel specifiek antibiotica geven. Ik ben zelf niet een heel groot fan van antibiotica. En dan helemaal niet tijdens de zwangerschap. Maar dat plassen is echt verschrikkelijk. Dus daar ga ik nou mee beginnen. En dat zal nog wel verder in week 7 besproken worden, denk ik. Dus dat is de update. Het kreeftje van vorige week is wat groter gegroeid. De ontwikkeling van de hersenen. De hersenen ontwikkelen zich snel en zorgen ervoor dat het hoofdje van je baby in verhouding veel groter is dan de rest van het lichaam. Ontwikkeling oogleden. Het binnenoor krijgt vorm en de oogleden beginnen zich te ontwikkelen. De ogen van je baby beginnen zich te vormen. Ontwikkeling kraakbeen. Dat ziet er zo grappig uit. Oh, sorry. Eventjes doorschieten. In de arm en beenknoppen begint zich kraakbeen te vormen dat uiteindelijk zal uitgroeien tot sterke botten. Ontwikkeling hersenen, had ik dat al? Volgens mij wel. Maar grappig ziet het eruit, hè? Het is echt een kreeftje. Maar hier zie je wel echt al die rug zo. Ja, heel schattig. Nee, helemaal niet schattig. Een beetje creepy eigenlijk. Hoe groot is die? Even kijken. Oh, dit knopje heb ik nu ook gevonden. Werkelijke grootte. Zo groot. Dat is best groot. Dat zit in mijn buik. Bizar. 1,3 centimeter en een halve gram. Oké, in snoep is het zo groot als een jellybean. In fruit een bosbes. Oh, en in dieren een honingbij. Oké. Dat was het weer voor deze week.
Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Het was een vooral veel kletsvlog. Sorry daarvoor. Volgende week wordt het vast heel leuk. Want dan ga ik een echo doen. En daar kijk ik echt naar uit. Dank jullie wel voor het kijken. En ik zie jullie bij de volgende video. Doei!